Dag dames en heren, welkom bij deze nieuwe 30-daagse verwachting. We zitten momenteel in een bijzonder wisselvallige periode. De afgelopen weken staan in het teken van buien, soms echt zware buien. Niet alleen bij ons, maar ook in de rest van West- en Centraal-Europa. En voorlopig houdt dat weerpatroon stand. Het kan best nog wel eens een paar weken duren voordat we uitzicht krijgen op mooier zomerweer en ook hogere temperaturen. Nou, voor de natuur is het natuurlijk wel goed nieuws, zeker na de afgelopen droge zomers, waarin het blad rond deze tijd van het jaar her en der al van de bomen afviel. Nou, dat is natuurlijk dit jaar allemaal niet aan de orde. Dat heeft allemaal te maken met het weerpatroon waar we momenteel mee te maken hebben. We zien een heel groot lage drukgebied dat van de een tot de ander wordt opgevolgd. Ten noordwesten van ons, vooral in de omgeving van Ierland. Dat laag verplaatst zich in de loop van volgende week wel geleidelijk richting de Noordzee en Scandinavië. Daardoor neemt de kans op zware buien bij ons alleen maar verder toe. Maar niet alleen bij ons, ook richting Oost-Europa, in Scandinavië zelf en richting het noordelijke deel van het Middellandse Zeegebied. Noord-Italië bijvoorbeeld heeft afgelopen week al heel veel zware buien gehad en kan dat komende week ook weer gaan krijgen. Nou, we zien aan de lijntjes dat de windrichting in de loop van volgende week veel meer uit het westen tot noordwesten gaat waaien. Ja, en dat staat echt garant voor vrij lage temperaturen. Dat zien we ook op de luchtdrukafwijking voor volgende week. Een lager drukgebied boven Scandinavië met daarbij een west- tot noordwestelijke stroming over een groot deel van Europa. En dat levert niet alleen lage temperaturen op, maar ook heel veel neerslag. Met name dus met die noordwestelijke stroming van over de relatief warme Noordzee in onze omgeving flink neerslagoverschot volgende week. Lokaal kan er misschien wel tussen de 70 en de 100 mm gaan vallen. Dat zal met name de kustgebieden het geval zijn waar de zwaarste buien meestal verwacht worden. Elders in Europa ook flink te nat. Pas helemaal op de Atlantische Oceaan en in het zuiden, lang op de rand van de kaart, zien we signalen voor droger weer. Daar ligt een hoog drukgebied, maar daar hebben wij dus voorlopig niet mee te maken. Nou, met die neerslag zien we ook een flinke afwijking van de temperatuur, maar ditmaal wel omlaag. Een groot deel van Europa ligt volgende week in de blauwe kleuren met afwijkingen van 3 tot zelfs 6 graden gemiddeld onder het langjarig gemiddelde. Dat zijn wel dag- en nachttemperaturen, ofwel de etmaaltemperatuur, dus echt de gemiddelde temperatuur over de hele dag. En dan praat je over waardes van vaak toch wel beneden de 20 graden. Ook in onze omgeving. Ja, dat zien we ook op de pluim terug. Heel strak, elke dag rond de graad of 20. Zelfs in de loop van volgende week misschien zelfs een paar dagen iets daaronder. Terwijl het normaal in deze tijd van het jaar toch een graad of 25 hoort te zijn. Ja, en dan de neerslag. Dan zien we dat er hele grote staven staan in het begin van volgende week. Met name tussen maandag en woensdag, wanneer dat lage drukgebied de Noordzee passeert, kan er echt lokaal veel regen vallen. Misschien ook wel op een enkele plaats met wat wateroverlast tot gevolg. Kijken we dan de tweede week van augustus. Dan zien we dat het patroon eigenlijk niet zo heel veel verandert. Nog altijd ligt dat lage drukgebied boven Scandinavië. Neemt geleidelijk wel wat in intensiteit af, zo lijkt het. En langzaamaan zie je vanuit het zuiden van Europa hoge druk ietsje dichterbij komen. Maar veel zal dat allemaal niet voorstellen. In grote lijnen blijft het weerbeeld voor komende week ook dan gehandhaafd. Zien we ook aan de temperatuurafwijking nog steeds een groot deel van Europa in de blauwe kleuren, net als onze omgeving. En dat zijn temperaturen overdag veelal rond de graad of 20, maar dat zijn gemiddeldes. Het kan heus wel eens een keer een enkele dag warmer zijn met 3 of 24 graden. En even zo goed een enkele dag flink kouder als het bijvoorbeeld een hele dag blijft regenen. Gaan we dan nog eens verder kijken. Dit is de tweede helft van augustus. Dan zien we langzaamaan dat er wel wat verandert. De zwarte lijntjes geeft als het ware de hoogstroming weer, grofweg de straalstroom. Nou, die blijft wel ongeveer over Europa liggen. Dat betekent dat het wel redelijk door stroom blijft. Een hoog drukgebied op onze plaats met langdurig standvastig zomerweer. Dat lijkt er op basis van deze kaart ook dan niet in te zitten. Maar die oranje kleuren geven dan de luchtdrukgradiënt weer. En die is toch wel duidelijk hoger of wordt duidelijk hoger dan de voorgaande weken. Dat betekent wel, met een hoger drukgebied eventueel op die plaats, dat de wind aanhoudend uit het westen tot noordwesten kan komen. Maar dat er wel geleidelijk aan meer ruimte komt voor de zon. En dat de temperatuur door invloed van die zon ook langzaam wat verder omhoog gaat.
Zuid-Europa onder dat hoge drukgebied. Ja, daar kan het wel weer echt flink warm worden met in de loop van augustus misschien wel weer temperaturen van ruim boven de 35 graden. Nou, dat lijkt hier dus ook tweede helft augustus niet aan de orde. Het is ver weg, zit onzekerheid in, maar als je dit patroon bekijkt, dan lijkt het in grote lijnen toch redelijk wisselvallig te blijven. Nou, de luchtdrukkaart op deze kaart, ook half augustus, richting de tweede helft van augustus, laat hetzelfde zien. Een lage drukgebied ten noorden van ons, hoge druk ten zuiden en ten zuidwesten van ons. En met een veelal westelijke stroming is het dan niet heel warm. Temperaturen wel veelal rond het gemiddelde dan voor die tijd van het jaar. Moet wel bijgezegd worden dat het langjarig gemiddelde tweede helft van augustus natuurlijk al wat lager uitkomt dan nu. En dat betekent temperaturen overdag tussen de 20 en 25 graden veelal. En tijdens de nachten, als het helder is, zeker in wat koudere lucht, kan het misschien al wel weer eens een eerste keer flink gaan afkoelen. Lang stabiel zomerweer, ja, daar moeten we dus echt nog even op wachten. En de vakantiegangers die daarna op zoek zijn, ja, die moeten toch wel een stukje reizen, echt richting het uiterste zuiden van Europa. Ik wens u een mooi weekend.